Allee, hop. Ja, de Tevi-fontein, dus gebouwd van 1732 tot 1731 door dus de architect Nicola Salvi. Hij is dus, op de fontein is gebouwd tegen de gevel van het Palazzo Poli. Dat was dus een bestaand paleis. Het is eigenlijk het einde van een van de aquaducten van de stad Rome. En het is een fontein die door de paus bepaald werd om dus te dienen als eindpunt van de fontein. Ik heb in mijn vroegere momenten al verteld dat dus het water uit de bergen kwam, uit de Colli Albani, en dat ze dus geen stop konden opsteken, dat dat dus moest gewoon doorgaan, dat water, door verder lopen. En vandaar dat ze er dus een fontein moesten opzetten. Als je hiernaast, als je aan de andere kant gaat, daar is een klein poortje. En als je in dat poortje gaat luisteren, dan hoort je het water dus in de aquaduct stromen tot aan de fontein. De fontein is gerestaureerd en sinds ze gerestaureerd is, is ze eigenlijk niet meer zo mooi als vroeger. Er loopt ook niet meer zoveel water. Bijvoorbeeld hier op de zink op de linkerkant. Vroeger liep hier overal water, nu niet meer. Men, is het dus, men heeft het dus een beetje ingeperkt om dus niet om de zoveel jaar ze opnieuw te moeten gaan restaureren. Het is eigenlijk een Neptunusfontein. Neptunus staat centraal. Neptunus of Oceanus. Oceanus. Links en rechts. Die twee figuren die, dat zijn tritons. Tritons zijn dus zeewormen met het lichaam van een vis. Een gedeelte van een lichaam van een vis. Daarbovenaan aan de zeepaarden. De zijnissen. De zijnissen staan dus de afbeelding van de overvloed. Hier op de linkerkant de overvloed. En aan de andere kant staat aan de gezondheid. Aan de